Edmonie Karta-systeem van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting wordt na goed overleg met de Surinaamse Postspaarbank, consultants en adviseurs van het ministerie geüpgraded. Er is gekeken naar welk systeem het best zal werken om alle bestanden van het ministerie onder één dak te hebben. Dit zei minister Oeraikit Ramsaran in gesprek met onze nieuwsdienst. De bewindsman legt verder uit dat het ministerie nu eindelijk een volledig programma heeft ontwikkeld, genaamd Social Beneficiary Program. Het is geen onbekende systeem binnen Latijns-Amerika. En zo hebben we dat dan verder gebracht naar Suriname, het Caribisch gebied. En dat wij dat als eerst hier zo, dan zouden willen launchen binnen het Caribisch gebied. Dat sociale zaken, maar zo ook de regering hier in Suriname, dan de eerste zal zijn binnen het Caribisch gebied om dit zo ver te brengen. Het gaat dan niet alleen om ontvangen van uitkeringen via een kaartsysteem. Het gaat om een betaalsysteem. Het gaat om een transactierekening. Het gaat om je uiteindelijk toevoegen in het financieel verkeer. Dus als wij kijken naar Monie Karta, uit alle respect met de SPSB, ze hebben hun beste been voortgezet. We hebben volledig vanuit SPSB en Monie Karta systeem zoveel als mogelijk gebruik kunnen maken om de samenleving zo snel als mogelijk tegemoet te komen. En zelfs nu bij de nieuwe ondersteuningsmaatregelen hebben we ook gebruik gemaakt van Monie Karta. Het Monie Karta-systeem zal wel blijven, zegt de minister, maar de naam zal wel veranderen. En de doelgroep hoeft niet te vrezen, het wordt alleen beter, verzekert de bewindsman. Let wel, en dat is wat men vergeet. Als we praten over de middelen, waarom gaan we nu richting een verbeterde versie, een upgrade versie van Monie Karta? Dat geld is geen 33 SRD meer voor sociaal zwakke huishoudens. Dat geld is niet een klein bedrag onder de 500 SRD waarbij u nu naar de winkel zou gaan en voordat u denkt op is. We hebben zeker tot 3 keer toe binnen 11 maanden het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting samen met financiën, met goedkeuring van de regering, hebben we tot 3 keer toe binnen 11 maanden verhogingen kunnen implementeren. Die natuurlijk opnieuw bekeken worden. Want er zijn heel wat personen binnen de samenleving, of het nou iemand is met een beperking, of het nou een seniorenburger is. Het is niet zo dat we het daarbij houden. Het is zo dat gezien de situatie verandert in Suriname, voor goed of slecht, dat wij elastisch, dat wij flexibel zijn in het meedenken met de samenleving. Wat we wel vragen is, u weet, het gaat niet 1, 2, 3. We moeten de zaken goed onderbouwen, grondslag hebben, goed onderzoeken en van daaruit de middelen dan beschikbaar stellen. Dus bij deze, behalve de 3 verhogingen, behalve het upgraden van het Monie Karta systeem, er zijn natuurlijk heel wat zaken waarbij de samenleving luisterende oor nodig heeft. En het wordt niet alleen daarbij gelaten, maar we duwen het vooruit zodat de middelen daadwerkelijk tot een realistisch bedrag dan worden gebracht. Ramsaran benadrukt dat het ministerie ready is om het systeem uit te rollen, ook zijn de nieuwe kaarten al besteld. Hij verzekert dat de doelgroep vroegtijdig op de hoogte gesteld zal worden over de wijziging van kaarten.